get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and guns and explode into space. I like smoking lightning. Ja, Henk, dat gaat goed. Je mag je feliciteren, je staat op de eerste opname. Ja, Kees, je bent ook in beeld, een actiebeeldje. Nu de eerste rusthuis. Henk plant de vlag. Zit hier te eten. Er komen een andere groep wandelaars. Niet allemaal van de maken, zoals het heet. Haha, monsieur. Kijk, en hier krijgen we een afdaling, dat is dan weer winst. Niet van zon. Goed weer om te lopen. Nou, als we boven zijn, of de Col de Finel, dat is 1654, dat maakt nog even. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig. Het is weer gelukt, heren. Dit zijn dan de afdalingspaadjes naar de Mont Lozère. Het is niet echt geplaveid, zoals dat heet. Alleen maar rotsblokken, kuilen en gaten. Dan moet je goed kijken waar je stapt natuurlijk. Even kijken. Ja, daar komen we nog meer aan. Even een actieopname, heren. De temperatuur is nu warm, maar het zegt helemaal niks. We zullen ontslaan. We zijn hier op het signaal du Bouget. Dat is een Col de Bouget. Dat is in de hoogte van 421 meter. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, maakten we elkaar, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Even kijken, even dichterbij halen. Ja, weer gelukt, Henk, weer gelukt. Nee, ik leg vast deze heroïsche prestaties om Leo te laten zien dat je geen gevaarlijke dingen gedaan hebt. Toch? Een beetje, hè? Nou, even de pas erin, hup. Dat we samen zijn. Even over de schouder. We zijn weg naar een hoge Col. Het valt ook niet mee, dit paadje. Ja, nou ja. Weet je wie de beste sprookjesverteller van Nederland was? Godfried Bomans.